Energiekosten besparen, dat doe je bij het leger des Hels. Twee auto's uitgebrand bij voetbalclub SCE. En drukke tijden voor Party Piet Pablo. Heb jij het koud thuis? Dan kun je bij het leger des Hels terecht om er toch warm bij te zitten. Je bespaart zo niet alleen op je energierekening, maar je kunt zo ook andere mensen ontmoeten. De buurthuiskamer in Heesenveld is al een maand open en het is er gezellig druk. Het leger des Hels heeft vanaf 1 november overdag de deuren van meer dan 100 buurthuiskamers geopend. Dit doen ze om mensen te helpen die willen besparen op hun energiekosten. We zijn de actie gestart met warme kamers, omdat veel mensen de verwarming heel erg laag hebben staan. Dan zit je heel de dag in de kou. Nou, dat is vervelend. En het is ook gewoon eenzaam. De stijgende energierekening en de stijgende algemene kosten is heel erg vaak gesprek van de dag. Dus mensen moeten dingen laten, mensen moeten de verwarming lager zetten of moeten truien kopen of zitten vaker onder dekentjes. Maar we zien ook vaker mensen die gewoon niet zoveel te besteden hebben. En dat merk je vooral hier bij de kassa, dat ze twee truitjes willen kopen. En dat kost eigenlijk niet zoveel geld misschien, maar ze er toch niet allebei kunnen betalen. Dus zit hem in de kleine dingen, maar dat is wat we terugzien. Er waren best veel bezoekers in de huiskamer, maar die wilden helaas niet op camera. Gelukkig wilden de vrijwilligers, die als gastheren en gastvrouwen optreden, dat wel. Nu is het zo dat deze huiskamer ook open is voor mensen die moeite hebben met de energierekening te betalen. Wat merk jij daarvan? Nou kijk, weet je wat het is? Als mensen last hebben van in het algemeen financiële problemen, dat is niet iets wat mensen graag aan de grote klok hangen. Maar ik weet dat veel mensen dus thuis de verwarming uit laten staan en dan iets vaker hier zitten. Ja, dus het is ook fijn dat de mensen die de verwarming thuis moeten laten uitstaan, weten dat ze hier welkom zijn. Ja. We zijn minstens 5 dagen per week open, maandag tot en met vrijdag. Dus. En de energiekosten thuis, hoe gaat het daarmee? Wat bedoelt u? Nou, de rekening voor de verwarming en elektriciteit. Nee, dat valt mee. Ja? Heeft u niet zo'n grote verhoging gekregen? Nee, 110. Ging best veel geld. Ja, dat is ook, maar ja, kun je niks aan doen, hè? Nee, maar lukt het om dat nog allemaal te betalen? Ja, wel. Oké, dat is fijn om te horen. Maar, bij ons zijn we nu 5 dagen per week geopend. Dus ja, dat is wel echt heel erg fijn en bijzonder. En de koffie en thee is dus gratis. En we hebben er ook nog een koekje bij. Dus het is gewoon heel erg fijn om hier over de drempel te stappen. En we hebben de krant, je kan een puzzel maken. Dus, en als je niet wil kletsen, ga je op de bank zitten. Dus zeg maar, je hoeft niks, maar je bent vooral heel erg welkom om het niet alleen te doen. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Het zijn drukke dagen voor de bekendste roetveegpiet van Nederland. Party Piet Pablo uit Nijmegen. Tussen alle optredens door zochten we hem thuis even op. De brandweer is afgelopen nacht uitgerukt voor een brand op de parkeerplaats van voetbalclub SCE. Dat is op de Meeuwse Akker in de Nijmeegse wijk Lindeholt. Buurbewoners waarschuwden de brandweer voor 2 auto's die naast elkaar geparkeerd stonden. Beide auto's waren na de brand totaal los. Onder andere de motorblokken van beide auto's stonden in vuur en vlam. De brandweer heeft in de omgeving gezocht naar een eventuele oorzaak zoals brandstichting. Dit wordt niet uitgesloten, maar er is geen bewijs voor gevonden. Als je in de gemeente Wijchen woont en een minimum inkomen hebt en een oude koelkast die veel energie verbruikt, dan kan het zomaar zijn dat je een nieuwe krijgt. Wijchen biedt dit aan zo'n 500 huishoudens aan. De nieuwe koelkasten moeten duurzaam en betaalbaar zijn. Hiermee gaat de gemeente samenwerken met witgoedondernemers. De eerste brieven voor de nieuwe koelkasten zijn al verstuurd en dat gebeurt wijk voor wijk. Eind volgend jaar hopen ze klaar te zijn met dit project. De 3 kanshebbers voor Nijmegenaar van het jaar zijn bekend. Met deze prijs wil de gemeente mensen eren die een bijzondere prestatie geleverd hebben voor de stad. Dit jaar zijn genomineerd Margriet Bosma, vrijwilliger bij de Voedselbank. Harry Clemens, hij heeft zich ingezet voor basisonderwijs voor Oekraïense vluchtelingen. En Emiel van der Staak is een chefkok die producten haalt uit het Groesbeekse voedselbos. De prijzen worden voor de 15e keer uitgereikt en dat gebeurt op 9 januari 2023. Dan zal de winnaar dus bekend zijn. De vacature van nachtburgemeester staat weer open. Nijmegen heeft dit sinds 2010 en vanaf januari 2023 zoekt de organisatie Stichting Nachtburgemeester een nieuwe voor de komende 3 jaar. Elke Nijmegenaar die het nachtleven door en door kent en met nieuwe ideeën komt, kan solliciteren.
Ook bij NEC volgt men natuurlijk het WK voetbal. Zo ook Osama Tenane. Hij kijkt vooral met bijzondere interesse naar zijn Marokko. Die groepswinnaar werd en door is naar de achtste finale. Wat doet dat met de speler van NEC? Als een trotse Marokkaan. Toen jij hier bij NEC kwam, zei je wel van nou, ik wil mijn kijker spelen, want ik wil heel graag mee naar het WK. Dan lukt dat dan niet. Kijk je dan toch een beetje met gemengde gevoelens daarna? Nee, totaal niet. Want er zijn jongens die, ja, ik weet niet of hetzelfde niveau hebben, maar of een groot verschil qua niveau. Maar ze spelen wel bij grotere clubs en ik denk dat dat mijn nadeel is. Het zijn drukke dagen voor de bekendste roetveeg Piet van Nederland, Party Piet Pablo uit Nijmegen. Hij treedt avond aan avond op voor volle zalen, uitzinnige kinderen en hun ouders. Vanavond ook weer in Zwolle, maar liefst 3 shows en ze zijn allemaal uitverkocht. Wij zochten Party Piet Pablo vandaag even op. Klak, 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 klak. De Sinterklaas is in het land en heeft cadeautjes, speelgoed, snoepgoed bij de hand. Pieten en de Sinterklaastijd, het mooiste wat er is, dus het is gewoon een hele leuke tijd eigenlijk. Straks komt hij bij je thuis, volle zakken met cadeaus uit de speelgoedkluis. We spelen vaak voor grote zalen, we hadden nog nooit in Ahoy Rotterdam gestaan. En dit jaar wel voor het eerst gedaan en het was echt een fantastische dag. Voor iedereen hoor, voor Sinterklaas en alle andere Pieten, maar het was een fantastische dag. 1 groot feest. En als je 12.000 kinderen blij naar huis ziet gaan, dat is echt een gevoel, ik kan dat niet beschrijven. Het is echt fantastisch. Het is de Sint-Stut, de Sint-Stut, hey, hey, hey! De move mega fun. Het is de Sint-Stut, de Sint-Stut, hey, hey, hey! Toekomstplannen, we zouden nog heel graag een keertje, ja je mag alles zeggen dan hè, we zouden nog heel graag een keer de Ziggo Dome willen doen of een keer een stadionconcert. Je moet dromen hè, of het uitkomt zien we later wel, maar ja, laten we maar gewoon als droom zien, een stadionconcert. Ja, nou vanavond gaan we dus in Zwolle de Pieters nog laatste move doen en dat is dus deze hè. Piep 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 pietje, tu 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 de Pieters Sinterklaas move. Ja, het was vandaag opnieuw weer een grijze dag, maar wat vooral opviel was dat het echt koud was. Op enkele plekken viel er nog wel wat regen, maar die noordoostenwind maakte het echt koud. Een voorbode voor het weekend, want er gaat niet veel veranderen. Ja, na een koude dag begint morgen de dag deels bewolkt, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het blijft koud. Maximaal morgen overdag 2 graden. In de nacht gaat het licht vriezen weer, min 2 ongeveer. En het voelt ook weer iets kouder aan door die oostelijke wind. De dagen erna blijft het grijs en koud buiten. Maandag kunnen we ook nog een enkel buitje verwachten. De temperatuur zal wel iets omhoog gaan naar zo'n 4 tot 5 graden aan het begin van de nieuwe week. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Nu op RN7 kijk je weer naar een nieuwe NEC update. Morgen zijn we er weer en dan zijn we er met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week in het weekoverzicht. Voor nu een heel fijn weekend en tot morgen.